Breda Nu. Je weet het meteen. Hey Ad, deze bus, hè? Ja? Die komt mij wel bekend voor. Ja, dat heeft met carnaval te maken, hè? Het is wel lang geleden dat ik hem heb gezien. Ja. Maar ja, het carnavalseizoen gaat nu weer beginnen. 11e van de 11e. En het is wel heel erg leuk, want er komt een nieuwe prins en ook een nieuw evenement. Ze gaan dat op de Grote Markt doen. Ja, en daar hoort het eigenlijk daar thuis, zijn we hè? Nou al, hè? Ja, we zijn daar al. Ja. Wat gaat er nou dadelijk gebeuren? De Raad van Elf wordt voorgesteld. De pages. Maar ja, het allerbelangrijkste natuurlijk de nieuwe prins. Hè? Wie gaat de opvolger worden van prins Petrus Celi, de allereerste. Ik ben heel benieuwd wie het gaat worden. Spannend. Oh, heel spannend. En even nog een vraagje aan jou. Kun de maat houden? De maat? Ja, nou nog wel, maar vanavond twee kan ik niet meer. Dat is het carnavalsmotto voor dit seizoen. Kun de maat houden. Dus niet meer vergeten. Nou, dat is wel goed. Ja, dat nou weten de mensen allemaal. Hey, ik ga kijken, dus... Ja, wij ook. Oh, wij succes ook, wij jullie. Ook. Succes. Daar komt hij weer aan, daar komt hij weer aan, daar komt hij weer aan, daar komt hij weer aan. En ja, dan wordt de prins natuurlijk af, daar is toch onze Daan. Nou, beste Kielgatters, ik ben Prins Daan. Ik ben jullie nieuwe hoogheid voor het komend carnaval. En ik heb er onwijs veel zin in. Ja, ik ben een geboren en getogen Kielgatter. Ik ben ooit als klein mannetje in het Mariaveld in de wijk Overakker tegen het Ginneke aan begonnen in een jeugdraad van Elf. Ik heb jarenlang meegelopen in de Kielgatse optocht bij een kleine groep genaamd Luxcus uit de Lucasstraat. Ik ben binnen het Breda's carnaval een jaar of vijf lid geweest van het gevolg van de Raad van Elf van twee prinsen, prins Kokiel en prins Hendrik de derde. Daarnaast heb ik wat bestuurlijke functies binnen de BCV vervuld, waarvan de laatste 6 jaar als vicevoorzitter. Dus ja, het carnaval en het carnaval organiseren zit me in het bloed. En ik heb nu onwijs veel zin om het carnaval te mogen voorgaan. Dat is een enorme eer. Nou, het Kielgats motto voor dit jaar is kunnen maat houden. En dat ga ik zelf ook proberen te doen. Maar als ik het 3 jaar zou mogen volbrengen, zou mijn doelstelling zijn om het carnaval nog meer te verbinden en te verbroederen. Iedereen viert carnaval op zijn eigen manier. Of het nou een bouwer is, een muzikant of op de eenzame kroegganger. Maar ze willen allemaal maar één ding en dat is een heel mooie avond, een heel mooi feestje beleven. Dus ik wil voor die verbinding zorgen. Ik wil op de feestjes waar ik zal komen voor die verbroedering zorgen en voor dat feest zorgen. Zodat ik ook een erfenis nalaat van 3 jaar leuk plezier en feest. En wat vind je ervan? Hij moest het gaan bewijzen, hè? Ja? Ja, maar ik vind het begin heel goed. Hij beweegt lekker vlot en vrolijk. Nou, ik vind de nieuwe prins echt, ik vind Daan 1 helemaal geweldig. Danny de Klerk, een supergozer. En ik denk dat hij carnaval 2.0 kan leiden met ons allemaal helemaal naar een groot hoogtepunt. Dus Danny, ga ervoor, volle gas, ambiance. Leuk. Is hij goed gekeurd? Ja hoor. Ja. Mag hij 3 jaar blijven? Ja, voor mij wel hoor. Als het dan sowieso 3 jaar doorgaat, vind ik het allemaal goed.